Nou, dit is het hoofdkwartier van mevrouw Redam. Ik heb nu een afspraak met haar en ik ben heel benieuwd wat haar plannen zijn. Bart was erg geschrokken toen hij vorig jaar een jeugdgevangenis in Suriname bezocht. Jongens tussen de 10 en 18 jaar zaten met z'n zessen in een kleine, donkere, vieze cel opgesloten. De meeste van hun stelen om te kunnen eten, worden opgepakt en gaan soms wel een jaar de gevangenis in. Politiejeugdzaken, goedemorgen, dat agent Marto. Een jaar geen school en vooral geen begeleiding. Mevrouw Redam, ik was hier vorig jaar ook. Toen waren er heel veel plannen. Wat is er nu veranderd? Heel veel, zul je ook merken. Intussen hebben we een geschilder, zelfs zijn geschilder, zijn nog steeds mee bezig. Verder hebben we de bedden vervangen, want dat was ook verschrikkelijk, dat was zonder matrassen. En hout, geloof ik. Van hout, ja. Met het gevolg dat de jongens allerlei huidziektes van kregen. Hebben we door een donatie hebben ze kunnen vervangen, al die houten bedden. Verder hebben wij een schoollokaaltje bijgebouwd, dat als tevens dient als voedingslokaal. Waardoor ze dus ook niet meer hoeven te eten in hun cellen. Dus er zijn een aantal kleine dingetjes veranderd. Maar het is toch nog niet voldoende waarbij je kan zeggen dat het toch het milieu is voor het kind. Ja. De traliewerk staat er nog steeds. Er zijn nog steeds 4 tot 5, 6 in een cel. Dat zul je nog steeds merken. En het is hier nog altijd te klein om activiteiten voor de kinderen te ontplooien. En alles zit hier gewoon door elkaar? Alle leeftijden? Alle leeftijden zitten hier door elkaar. En ook echt zware criminelen, minder zware criminelen, dat zit allemaal door elkaar? Allemaal door elkaar. Wat we wel hebben is dat ze dus in verschillende cellen verdelen ze wel naar leeftijdsgroepen. Maar ze zijn wel allemaal bij elkaar. Ja. En hier zitten ze voor de langste tijd ongeveer 3 maanden? Ongeveer 3 maanden zitten ze. Ja. Maar als ze nou iets ergers gedaan hebben, waar gaan ze dan naartoe? Eigenlijk komen alle kinderen hier. Als ze veroordeeld worden voor de rechter, door de rechter, dan krijgen ze een voorwaardelijke ter beschikking van de staat. Dan gaan ze naar het jeugdopvoedingsgesticht. En daar denk ik dat we ook een kijkje moeten nemen, omdat u zult zien dat ook het milieu waar die kinderen daarin terechtkomen. Want dan praten we over kinderen die eigenlijk aan de staat toevertrouwd worden voor een stukje begeleiding. En daar zult u wel merken dat dat wel helemaal ontbreekt, gezien ook de totale omgeving. En die zitten wel eens een jaar in de gevangenis? Een jaar of langer zitten ze dan. Daar kunnen we ook even naartoe? Daar kunnen we ook even naartoe gaan. Dit is echt een echte gevangenis, moet ik zeggen. Dat klopt, vandaar dat ik het je ook wilde laten zien. Dit is eigenlijk ons jeugdopvoedingsgesticht. Je merkt dat het ligt binnen de muren van de volwassenen. Helemaal omsloten, want je merkt dat de jongens kunnen hebben sowieso contact met de volwassenen. Ja, door het hek daar. Door het hek. Ja. Dus eigenlijk helemaal geen milieu waar kinderen eigenlijk op zouden moeten groeien. Nee. Deze kinderen blijven sowieso een jaar of langer. Ik heb net ook een gesprek met één gehad die zegt dat hij voor onbepaalde tijd hier is. Ja. Dus dat betekent dat ze voor langere tijd hier zijn. En je merkt de totale omgeving. Dus ze moeten hier gewoon voor zeker een jaar blijven, hier? Hier, in deze omgeving. Ja. En dan moet je nog, zeggen wij, die kinderen dan opvoeden tot betere burgers voor de maatschappij. Ja. En dan begrijp je zelf dat in dit milieu dat niet zou kunnen. Maar hier langs het hek lopen gewoon ook moordenaars en... Moordenaars, drugsverslaafden, noem maar op. Noem maar op. Ze zijn echt wel tussen de volwassenen. En het contact kan je eigenlijk niet vermijden. Nou, dit is dan het cellenblok waar de jongens in zitten, slapen, waar ze eigenlijk een jaar of langer verblijven. Even kijken. Hallo? Hi. Mag ik even binnenkomen? Ja. Oké. Hi. Bart. Is dit jouw cel? Wat? Ja. Slaap je alleen? Ja, ik slaap alleen. Hier alleen slaap ik. Hoe lang moet je hier blijven? Ik heb een onbepaalde tijd gehad. Dat houdt in van dat. Het hangt er van mijn gedrag af. Meestal zo'n jaar kan ik blijven of langer. Ja. Maar het hangt er van mijn gedrag af. En hoe lang ben je hier nu al? Het gaat mijn 4e maand in dat ik hier zo ben. Ja. Mag ik vragen wat je gedaan hebt? Jawel, ik ben
opgenomen wegens diefstal. Ja. Jawel. Ik rookte ook en ik gebruikte drugs. Dus men heeft me hier zo geplaatst voor dat ik kan afkicken en dat ik kan afblijven van de oude vrienden wat ik had buiten. En dat ik mijn school eigenlijk hier zo kan volgen. Ja, nou heb je ook in het cellenblok gezeten bij mevrouw Redan, het hoofdkwartier. Ja. Wat is het grote verschil tussen hier en daar? Het verschil is wel dat we hier zo wel de hele dag buiten blijven. Tot soms 6 uur, soms tot 9 uur. We kunnen zelf koken. Dat is er niet in hetzelfde huis. Dus dat is het zo een beetje. Dus hier is het beter? Hier is het wel beter. Maar het kan nog beter? Het kan nog beter. Wat kan er beter? We hebben al een hele tijdje geen, vanaf dit jaar, begin van dit jaar, hebben we geen schoollessen gehad. We kregen een juffrouw, maar die is ineens zo, hebben we er niet meer kunnen krijgen. Ik weet niet wanneer of ze niet komt. Ja, dus je hebt geen school? Nee, geen onderwijs. Nee. Oké, dankjewel. Ik hoop dat het goed gaat. Jawel. Maar is er dan nergens in Suriname een plek waar ze wel school kunnen krijgen, een beetje begeleiding, waar het wat beter is dan hier? Op dit moment niet, maar we zijn wel bezig met de plannen. En dat is dus ook de bedoeling dat we straks ook er naartoe gaan. Dat we daar de kinderen, zowel die veroordeeld worden, zowel die in voorarrest zitten, crisisgevallen, daar naartoe willen brengen. Daar is het gewoon, je zult merken straks, een ideale omgeving. Met 3 leslokalen, verschillende faciliteiten voor vakopleidingen. Eigenlijk van alles wat een kind zou kunnen doen. Ja. Dus toch wel alle mogelijke begeleiding en ontplooiing, ook wat betreft onderwijs. Kun je wel daar wel. En dat is ook de bedoeling. En hoe heet dat? Dat is eigenlijk de Rubens Boys Ranch. Maar dat van ons zelf, de plek heet Rubens ja. Boys Ranch, is het jeugdbegeleidingscentrum. En daar gaan we nu in nu naartoe. Oké. Okay. Hier moet het dus allemaal gaan gebeuren? Ja. Hier is het terrein van Rubens Boys Ranch. Ja? Die heeft beoogd dezelfde doelstellingen. Ook jongens opvangen en begeleiden. Maar gewoon vanwege het feit dat ze veel minder hebben, hebben wij dus een fusie met ze aangegaan. Ja? Om ook een deel van hun panden dus eigenlijk te verhuren. Ja. En dat is dus dan straks achterin allemaal, kunt u dus straks daar wel zien. Dus jullie hebben een gedeelte hier gehuurd? Ja. Ja. En dat is daarachter? Achter. Oké, dan gaan we daarheen. Nou, dit is waar ik het al over gehad heb. Dit is een ruwbouw. Je ziet het staan, is nog niet af. De bedoeling is dat dit het jeugdbegeleidingscentrum moet worden voor jongens. De jongens die ik heb dus in het jeugdcellenhuis. De bedoeling is dus dat ze aan deze kant geplaatst worden. Die van het JOG komen dan aan deze kant. Wat we hier merken is dat het... GOW? JOG, dat is het jeugdopvoedingsgesticht. Ja. Waar we ook net vandaan kwamen. Ja. De bedoeling is dat ze hier allemaal ondergebracht worden. Eén ding is zeker, het is heel veel ruimer. De kamers zijn veel groter. Dit is één cel? Ja. Ik zou het geen cel meer noemen dan, maar dan een kamer. En dan kan je zeker 2 jongens hier herbergen. Je kunt een kast, je kunt een, zeker ook nog een bergkast erbij. Ja. Dus ze kunnen toch nog heel wat hier in een ruimte. Ik vind het toch veel groter hier. En voor hoeveel jongens is hier ruimte? Je kunt zeggen zeker voor 54 jongens. Ja. Is de ruimte wel geschikt. En die krijgen dan hier wel de begeleiding en school en... Alles. Als we straks verder op gaan kijken, dan zullen we ook zien dat er 3 schoollokalen zijn. Ja? Verder zijn er nog 5 ateliers, werkateliers. Ja? Dat zijn loodsen, waar je allerlei dingen kunt doen. Zoals lassen, automontage. Verder heb je ook nog een spuitinrichting. Dus eigenlijk van alles wat jongens zouden kunnen leren heb je. Ja. Verder zie je dat er nog het milieu alleen hier een heel ander milieu is. Omgeven door bos, water. Ja. Dus er is, je kunt ook nog zien landbouw, visserij, veeteelt. Van hier kun je alles doen. Ja, dus die jongens die worden hier dan echt klaargemaakt voor later. Dat voor ze later. Niet weer gaan inbreken of dingen gaan vernielen. Dat is de bedoeling. Ja. Er is
verderop ook nog paviljoen voor meisjes? Ja, omdat we de meisjes nu, als ze in verzekering gesteld worden, komen ze tussen de volwassen vrouwen. Maar het is ook nog niet af voor de meisjes? Nee, het moet ook nog, het gebouw staat er, maar het moet ook weer gerestaureerd worden. En helemaal afgemaakt worden en ingericht worden. Ja. Maar dan krijg je wel zeker, en in dit geval gaan we zeker aan de meisjes denken, omdat er totaal geen opvang is voor meisjes. Maar ja, volgens mij is er toch nog wel wat geld nodig. Daarom ook dat ik dit ook laat zien. Wat de plannen allemaal zijn. Ja. En hoe ver we zijn, dat er wel genoeg kracht en energie gestopt wordt. Maar dat er nog altijd gebrek is aan financiële middelen om dit nog verder te realiseren. Suriname heeft nog steeds hulp nodig. Uw hulp. De omgeving waarin kinderen leven is erg belangrijk en kan voorkomen dat ze terugvallen in hun oude gewoontes. Op de Rubens Boys Ranch is alles aanwezig om dit kind een betere toekomst te bieden. Deze kinderen verdienen het niet om in een gevangenis te worden opgesloten. Ze hebben recht op een opleiding en een goede begeleiding. En dat kan met uw hulp door geld over te maken op Giro 814. Onder vermelding van actie Boos voor Suriname. Er zijn dus heel veel mooie plannen, maar wat er nog ontbreekt is heel veel geld. Dat klopt, omdat je gemerkt hebt dat er de faciliteiten er zijn. Ruwbouw, schoollokalen, alle werkfaciliteiten er zijn. Maar het moet allemaal ingericht worden, opgeknapt worden. En vooral de ruwbouw moet geschilderd en alles moet nog ingericht worden. Dus inderdaad, en dat ontbreekt ons, ja. Financiële middelen. En hoe gaan we dat aanpakken? Zelf zijn we al bezig en met serviceclub. En we hadden ook gedacht aan onder andere Veronica als serviceclub. Om te kijken of ze voor ons ook nog wel iets kunnen doen over zee. Ja, ja, jullie beginnen dus een actie. Maar jullie verwachten ook een klein beetje dat wij ook een klein beetje bijspringen. Dat klopt. Ja. Nou hebben jullie ook een logo gemaakt, hè? Dat klopt. Even kijken. Jeugdbegeleidingscentrum. Klopt. En wat is dit? Dit moet je zien dus als een nieuw zaad dat geplant wordt in een kind, dat hier naartoe gebracht wordt. Ja? Want dit zijn kinderen die nogal een onmaatschappelijk gedrag vertonen. In deze omgeving heb je zelf gemerkt hoe heel mooi het allemaal hier is. Planten we een nieuw zaadje eigenlijk door alle faciliteiten die we hebben aan begeleiding, aan werk, faciliteit, onderwijs. Willen we eigenlijk dit kind zo ver in dit nieuw milieu, dat zie je allemaal hier, brengen dat het kind vandaag of morgen terug kan in de maatschappij. En als volwaardige burger in de maatschappij dan terecht kan komen. En daar is dus heel veel geld voor nodig. Heel veel geld. Heel veel geld. Ja. Nou weet je wat, ik vind het een hartstikke goede actie. Laat ik nou één ding afspreken. Als ik nou zeg dat ik mijn best ga doen om nog wat artiesten zover te krijgen dat ze ook deze actie gaan steunen, dan moet het toch goed komen, lijkt me. Lijkt mij ook, maar het is nog altijd voor een goed doel. Oké, ik ga er meteen achteraan. Ik heb connecties, ik ga bellen, ik ga aan de slag en u hoort nog van, hè? Oké, succes. Ja hoor, oké.